De vorige keer hebben wij gereageerd op Catnet. Vandaag gaan we starten met op een ander K-woord te reageren. Kantinejuf is schelden met kankerspuugzat. Ze willen het niet meer hebben. En iedereen die ze betrapt op het scheldwoord, moet 50 cent inleveren. What? Ga je maandag geld meenemen, want je gaat doneren, want je zei zelf het woord. Klaar! Die fucking kantinejuf, die perst leerlingen gewoon af. Oké, het is misschien maar 50 cent per keer dat ze kanker zeggen, maar alsnog, mag ze dat zelf doen? What the fuck? Maar ook gewoon omdat het gewoon dom is om te zeggen, want je hebt er helemaal niks aan. Net zoals elk ander scheldwoord. Dus uw punt is gewoon niet sterk, maar oké. Ik hoor alles. Dat was echt fucking creepy, man. Big brother. Er staat een playlist voor haar gezicht. Oh ja, is ook nog waar. Op de rechtbank zal je zelf ook moeten betalen. Afpersing is volgens mij ook verboden. Like, man. Wie zegt dat we ermee schelden? We onderbouwen onze zin ermee. Volhouder tot zometeen de politie op haar stoep staat, is gewoon afpersing. Je mag eigenlijk ook niet nablijven. De politie zou hier alleen een boete voor mogen uitdelen. Docenten terroriseren, oh my god. Ik zei het toch? Lolletjes wel ervan af, hè? Deze leraar, man, die is echt toxic. Heel heeft het ook tijd over hem. Wat, die zitten in het midden van de lessen die hartjes op elkaars hand te tekenen. We gaan zoenen. Echt? Doe je vis maar weer op slot, want we gaan het nu doen. What the fuck? Dat was wel heel snel gereageerd van hem. What the fuck? Dat was heel toxic. Rot op. Hey, rot op. Op uw bakkes, ja. Freerunnen en skaten. We beginnen met van de ene stoel naar de andere stoel springen. Zij gaan nu freerunnen. In een lokaal. Dit is het werkstuk van Jonas. Ik zweer, dit is zo fucking stupid, man. Wat zei ik je nog? Opletten toch? Mijn was het belangrijkste, dat zei ik je toch? Fucking slaap zijn bakkes, man. Stop met je dreigend gedrag. Ik heb hem alleen gepast. Iets en te dichtbij. Ik wil dat jij dit werkstuk volgende week inlevert, maar dan handgeschreven op papier. En welk leerplandoel zit daarachter? Ik bedoel, als jij dat op papier moet inleveren en de anderen mogen dat digitaal inleveren, dan doe je eigenlijk aan het benadelen van leerlingen. En dat is volgens mij zelfs strafbaar. Oké, ze mochten dus met propjes op de leraar smijten en ineens gooit zij een ei. Ben je benieuwd wat er is gebeurd? Check dan nu deze update. Ik heb gisteren naar de film Ouya gekeken en dat vond ik zelf minder eng dan deze video. Met wie? Met het meisje van die game. Een meisje van die game. Waarschijnlijk speelt hij gewoon elke avond Call of Duty Warzone met zijn nieuwe vriendin Dundee. What the fuck, man? Waarom kleedt hij zich om? Die ziet er niet als een Alo-leerkracht uit of zo. Die guy die hier aan het kijken is, man. Fucking legendary. Dit doet mij denken aan Jacob Sartorius, die in 2016 zijn sweatshirt-liedje had gemaakt. Ik heb gezegd dat ik je hier niet meer binnen wil zien. Dit is een nette winkel voor nette mensen. Amai, dat is racistisch. Ik